Welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. We zijn nogmaals hier. Ik ben blij dat Jonathan hier in ons midden is. Dankjewel. Dat we deze les kunnen behandelen. Voordat we beginnen, zullen we dan in gebed doen. Onze liefde, trouwe hemelse Vader, we komen tot u om te danken voor uw liefde en uw genade. Dank u ook voor deze les. We vragen voor uw leiding en uw Heilige Geest. Wees u met ons. Dit vragen wij in de naam van Jezus. Amen. Nou, dit is een hele lange les met heel veel dingen, heel veel informatie in deze les. Ja, zou ik kunnen zeggen. Het is niet zo makkelijk als je dan zo in die eerste instantie kijkt. Ja, het is ingewikkeld, maar het is ook aan de ene kant weer eenvoudig, aangezien het is iets wat dicht bij ons ligt. Het is een bruiloft, ja. Het is een vrolijk iets. Precies. Inderdaad. Liefde, relaties, dat is iets wat wij als jonge mensen denken van, nou ja, graag. Een keertje dan trouwen. Ja, en die symboliek die ligt dus eigenlijk dichter bij ons. En daardoor maakt het makkelijk om het te begrijpen. Ja. Iets wat dichtbij je ligt, begrijp je makkelijker dan iets wat ver van je afstaat. Want het is een onderdeel van onze cultuur. En wij zijn cultuur. Ja. Ja. Nou, de titel, de intrede van de hoge priester in het heilige der heiligen. Het wordt dan uitgelegd met verschillende symbolen. We zien een symbool van Jezus als de engel des verbonds. Maar we zien Jezus als iemand die naar de oude vandaag komt, maar we zien hem ook als bruidegom. Ja. Dus verschillende symbolen in één, maar dat is dus de Bijbel vol van. Ja, de Bijbel was een en al symboliek. Ja. Ja. Niet een en al, maar veel symboliek in ieder geval. Ja, precies. In het Oude Testament, als we praten over het moment van Yom Kippur of de dag, verzoendag, kwamen de mensen rond het heiligdom en het was niet een plaats waar men dan binnen kon komen. Nee. Het was meer een plaats waar bepaalde dingen in het heiligdom zouden gebeuren. Ja, het gebeurde er binnen, ja. Dus niet zoals in kerk dat je gaat om te luisteren, maar meer om, ja, om aanwezig te zijn. Ja, aanwezig te zijn, inderdaad. Ja. En dan was het dus zoals het in de inleiding staat geschreven, dus zodat ze vergiffenis zouden krijgen en dat ze anders zouden ze worden uitgesloten. Het is in deze tijd, de tijd van het evenbeeld van de grote verzoendag op aarde. En omdat het dan zo'n belangrijk moment is, dan zijn er bepaalde verplichtingen voor ons. En dan dienen wij te weten wat staat ons te wachten en hoe dienen wij dan te gedragen als we weten dat er ook een onderzoekingsoordeel plaatsvindt in de hemel. Ja, we moeten letten op ons gedrag eigenlijk. We moeten er aan rekening mee houden dat we dus goed voorbereid zijn voor deze grote verzoendag. Dat we vergeven vragen van onze zonden. Ja. Dat we al onze zonden overdenken. Ja. Net zoals de Joden dat deden voor de grote verzoendag. Ja. Moeten we ook daarop voorbereid zijn. Het is het enige moment dat er een vaste moment aan verplicht was. Dus iedereen diende te vasten op dat moment. De andere vaste momenten, die was dus... Persoonlijk kon men beslissen, oké, dat wil ik doen. Maar op dit moment is het verplicht iedereen te vasten. En dat betekent dat, net als wat je zegt, dus gewoon opletten met wat we doen. En hoe we ons gedragen. Ja. Ja, goed. Als we naar die eerste vraag kijken, zien we een symbool. En dat is dat er wordt gesproken in Maleachi hoofdstuk 3 vers 1. Er wordt gesproken over een engel. En dit is niet zomaar een engel. Een engel, het woord agelos, betekent boodschapper. Deze engel is de engel des verbonds. En volgens de tekst van Maleachi, deze engel heeft een tempel. En hij komt naar zijn tempel, hij komt hastelijk tot zijn tempel. En dat is de Heere. Dus niet zomaar een engel, maar dat is dus de Heere. Ja. En er zijn mensen die hem zoeken, want die staat hier, die u zoekt. Te weten, de engel des verbonds. En dan vervolgens komt hij, zie, hij komt, zegt de Heere ter Heerscharen. En er staat ook nog aan wie u lust hebt, dus we verlangen naar hem. Verlangen inderdaad die naar komt hem. Die komt, ja. Ja, dat is vreemd dat in dit geval Jezus, want het gaat om de Heere, het gaat om de Heere die een tempel heeft, hij komt naar zijn tempel. En als we dan verder kijken in die tekst van Maleachi, zien we dat hij komt om te zuiveren. Hij komt om de stam van Levi ook te reinigen en te louteren. Dus hij komt om een speciaal werk te doen in de tempel.
En volgens de opmerking zien we dat dit engel des verbonds, ja, natuurlijk zijn er andere teksten, dat gaat om Jezus Christus. Omdat dat de Heere is, hij komt tot zijn tempel, geen andere engel heeft een tempel. Alleen deze Heere, die de engel des verbonds is. En waarom zo? Waarom de engel des verbonds? Wat is dus dan het verband hier tussen het engel des verbonds en dat verbond die we hier hebben? We hebben een oude verbond en een nieuwe verbond. Ja, dus we zien hier een verbond, een verband tussen Jezus en het testament, het verbond die hij met ons maakt. Ja. Een verdrag, ja. Een contract is eigenlijk een verbond. Ja, ja. Precies. Ja, de symboliek zie je later natuurlijk ook. We gaan het inderdaad later zien. Ja. In deze vraag wordt gevraagd over een ander symbool van Jezus. En het heilige heilige. En in dit geval is het dus als heilige hoge priester. Ja. Daarin dus bemiddelt hij af voor ons, voor onze zonden. Hij brengt ons weer in verzoening met God. Ja. Zeg maar, alle oude fouten die we hebben gedaan, die worden op die manier achter ons gelaten. We beginnen met een schone lei. Uh-huh. Want hij verschijnt voor het aangezicht van God voor ons, om voor ons te pleiten. Ja. Zoals de hoge priester dat elk jaar doet met vreemd bloed. Ja. Staat er dan in Hebreeën. Ja. En in de opmerking wordt gesproken over de komst van Christus tot heilige heilige. Het heiligdom in rechte staat te herstellen. Ook de komst van de mensen zo tot de oude van dagen. Ja. Ook weer die symboliek met de bruiloft, die zien we ook zo weer. Ja. En de komst van de Heer tot zijn tempel. Ja. Ik vind het ook zo mooi hoe dat in Daniël hoofdstuk 7 vers 13 staat. Dat er komt iemand, dat is dus de zoon, dus mensen, van mensenzoon. Hij komt met de wolken des hemels, hij komt tot de oude van dagen. Ja. Dus als je zo'n woord hebt van hij komt met de wolken des hemels, denk je gelijk aan een moment van de wederkomst van Christus. Ja, dat is het eerste waar ik denk. Maar ja, hij komt niet op de aarde, hij komt niet naar de aarde, maar hij komt naar de oude van dagen. Ja. Dus dat betekent dat er, voordat hij komt naar de aarde toe, er is iets dat hij moet doen. En dat het belangrijk is om te doen voordat hij komt. Hij is bereid om te komen. Hij komt, en dat is dus de reden waarom het ook zo met deze symboliek wordt aangehaald, met de wolken des hemels, omdat hij komt met dezelfde kracht, met dezelfde heerlijkheid, met dezelfde macht komt hij, maar niet naar de aarde toe, maar hij komt naar de aarde vandaag. Ja, dat is er maar één. En dat is God. Dat is alleen de Vader. De oude vandaag met de hoofdletter, dat kan er maar één zijn. Dat is wel goed. Ja. Dus dan zien we hier de wolken des hemels en het feit dat mensen zochten en die verwachten de wederkomst van Christus. En dan zien we hoe dat echt van toepassing is en hoe deze elementen dan in vervulling gaan in 1844, wanneer zo'n grote opwekking in de verschillende kerken. Dus niet in één kerk, niet in... Nee, het is alle kerken. Dus verschillende kerken die beginnen op... Die beginnen zich voor te bereiden op deze dag, de verzoensdag, de bruiloft, hoe je het ook wil noemen. Ja. Dus dan beginnen ze te onderzoeken, ja, Jezus Christus komt, Jezus Christus komt. Dus mensen verwachten de engel, dus verbond. Maar ineens komt hij niet naar de aarde, hij komt naar de oude vandaag. En dat is dus een grote teleurstelling voor hun, omdat het dus zo op die manier stond geschreven. Oké, we kunnen dan misschien verder gaan naar de derde vraag. En dan komen wij nu in een andere context. We komen in een context van de bruidegom, bruiloft. En dan wordt er een tekst aangehaald en dat is van Matteüs hoofdstuk 25. Dat is een gelijkenis. Ja. En in deze gelijkenis wordt dus, dat is het koninkrijk der hemel, is gelijk aan deze bruiloft, aan deze bruidegom die komt. En er zijn 10 maagden. Deze maagden verwachten de komst van de bruidegom. Maar ineens dan 5 van deze maagden, of ze vallen allemaal in slaap. 5 waren gereed, waren bereid. Met olie enzovoort, de andere vijf niet. Niet. Nee. Ja. En en wat gebeurt midden van de nacht? Ja, dan komt de bruidegom zelf. Ja. Dus, de bruidegom gaat dan naar binnen. En op dat moment moet die maagd dan olie vinden. Want ze hebben niet genoeg olie. Ja. En die olie die staat dan weer symboliek voor de Heilige Geest. En die hadden dus niet genoeg geloof, of niet genoeg steun van de Heilige Geest. Ja. En die gingen toen nieuw halen, maar toen waren ze weer te laat. Ja, dat was te laat. Toen was de deur dicht. De genadetijd was gesloten. Ja.
de verzoendag was over, zeg maar. Ja. En toen konden ze dus niet meer mee met de bruiloft. Ja. En dat is de symboliek die je dus ook ziet met 1844. Dat mensen waren voorbereid voor de wederkomst van Jezus. Ja. En toen kwam de grote teleurstelling. En toen raakten ze allemaal af. Ja. Omdat ze... Omdat ze niet genoeg olie hadden. Precies. Waren ze bang omdat Jezus komt op de aarde. Dus dan uit angst. Dan gaan ze zich voorbereiden en dan gaan ze daar naartoe. Opmerken, ja, dat je de andere groep die door angst werd gedreven impulsief handel. Mm-hmm. Was al tevreden met kennis van de waarheid. Maar had Gods genade niet ontvangen. Mm-hmm. Ze hadden wel zich bestudeerd. Ze hadden wel zich voorbereid. Ja. Maar echt uit liefde geloven deden ze niet. Ja. Ze hadden Gods genade niet. Ja. En het is mooi hoe je het aanhaalt. Want dit sluit juist aan met de vorige les. Dat genade niet alleen een geschenk is. Maar het is ook kracht. Om te kunnen overwinnen. Je moet ook iets doen, ja. Ja, inderdaad. Dus deze genade die ons helpt, die ons kracht geeft om ons karakter te ontwikkelen, hadden ze niet. Ja. Omdat ze dus te snel hadden gereageerd tot de boodschap van Jezus komt. En dan gaan ze zich van, oké, dan verkoop ik alles, dan ga ik de Heer er tegenmoet. Maar, oh nee, dan komt hij niet, dus dan laat ik maar alles liggen. Het is gewoon onzin. Je hebt bepaalde dingen die branden heel snel. Er zijn bepaalde stoffen die branden heel snel. Ja. Maar ook heel heet. Ja. Maar die zijn ook heel snel uitgebrand dan. Ja. En andere dingen die branden wat langer. Maar die brengen wel iets minder warmte op, zeg maar. Maar die blijven langer branden. Dus die zijn niet zo impulsief. Ja. Dus die gestorten ze er niet meteen op. Ja. Snap je? Dus dat is die overeenkomst die je ziet. Maar het is inderdaad ook wat je zegt. Het is bid en werk. Het is ora et labora. Ja. Het is Gods genade is een geschenk. Ja. Maar een geschenk moet je wel aannemen. Je moet er wel iets voor doen. Inderdaad, het is precies ook zoals een andere gelijkenis. Net als dat zaad dat tussen de stenen viel. En die snel dan eruit kwam. Maar toen de zon scheen te heet was, dan werd het weer dood. Yes. En het uitleg van Jezus is omdat ze niet genoeg wortels hadden. Dus ze hadden Jezus Christus zo snel aangenomen. Het evangelie zo impulsief aangenomen. Maar hadden ze niet echt het karakter om tegen de teleurstellingen en problemen van het leven te gaan? Ze hadden zich te veel gericht naar, inderdaad wat je zegt, naar boven, maar te weinig wortels geschoten. Je kan een plant hebben, die kan heel groot worden, maar als hij dan te weinig wortels heeft, dan valt hij om. Ja. En dan, maar als je een plant diepe wortels heeft, dan kan hij ook tot diepste voedings komen en dan kan hij heel hoog groeien zonder om te vallen. Ja, een goed voorbeeld daarvan is de papayaboom. Die gaat heel hoog. Maar als er even maar wind gaat, dan valt hij zo om. En dan ga je zien, en dan heeft hij maar zo enkele wortels. Maar terwijl je andere bomen hebt die echt heel veel wortels hebben. Dus dat is mooi om hierover te spreken. Ja, dus om hoog te groeien, om groter te worden, moet je dus vooral diepe wortels hebben. Ja. Je moet diep gestudeerd hebben in de schrift, want daar zitten onze wortels. Mm-hmm. Daar zit onze kennis. En pas daarna kan je door geloof groter worden. Ja, inderdaad. Dus de les gaat ineens naar een bruiloftsfeest. Of naar een bruiloft. We praten over bruiloft, de bruidegom komt en wat dan. Misschien is het mooi om op dit moment dan even uit te leggen hoe dat bij de Joden gebeurde vroeger. In de Joodse gewoonte was het zo vroeger dat een bruiloft een soort verzoendag was. Omdat op dat moment alle zonden en alles wat de jonge man of de jonge vrouw dan gedaan hadden, opzij werd gelegd, alles vergeven werd. En op dat moment kwamen ze bij elkaar om dan in een nieuw echtpaar en alles werd vergeven op dat moment. En bij de bruiloft kwam de jonge man met een voorwerp, met een soort bruidsgat. Ja. En de vader van het meisje, die Als de vader dan vond van dat was genoeg, dan ging akkoord met de bruiloft. En die was die. Maar dat meisje moest ook toegeven. De vader die moest eerst instemmen. Ja. Oké, ben je wel geschikt. Ja. Maar een verbond ga je samen aan. Uh-huh. Dus dat meisje moest inderdaad ook instemmen. Wij moeten dus Jezus ook aannemen zelf. Ja. En dat is dus ook wat een geval in de Bijbel van Rebecca. De vader van Rebecca, die vroeg daar, wil je met deze man gaan? En hij zei, ja, ik zal het doen. Dus het is niet zoals in andere tradities of in andere culturen. Dat je uitgehuwelijkt wordt.
Nee, dat meisje, dus de vrouw had ook een deel hieraan en dat kon bepalen of ze dan mee wilde gaan of niet. Tussen het moment dat die twee dan een huwelijksovereenkomst ondertekenen, vanaf dat moment tot de werkelijke bruiloft, bruiloft was er 1 jaar. Dus op dit moment, toen zij dan voor deze ondertrouwing, op dat moment was er dus een trompet die aankondigde dat er een bruiloft gebeurde. En de jonge man moest dan vanaf dat moment bezig zijn met het bouwen van een huis. Hij ging een tent bouwen. Laat voor ons gereed maken, ja. Oké, ja, inderdaad. Dus hij ging dus terug naar zijn vader. Hij ging een tent bouwen, zodat later na 1 jaar, dan kon hij de bruid gaan halen. Maar het is de vader die bepaalt of het moment dan... Of het huis wel goed is. Ja, of het goed is. Of de jongeman dan al klaar is, of de tent goed is. Of het dan gereed staat om te trouwen. En het is de vader die bekend maakt of de jongeman het meisje kan gaan halen of niet. Ja. Dus als iedereen dan vroeg van wanneer... Je bent de bruidegom, wanneer, is, ja, wanneer neemt het plaats? Nee, dat weet ik niet. Het is alleen mijn vader die dat doet. Ja. En dat is zo mooi hoe Jezus dat ook precies zegt. Dus niet de engelen, niet de zoon, maar het is de vader die het weet. Omdat het is de vader die uiteindelijk, volgens ook de grote conflict, het is de vader die uiteindelijk bekend maakt de dagen natuurlijk. Zoals het ook vroeger in de Joodse gewoonte plaatsvond. Na 1 jaar, en in dit jaar was het dus om elkaar te onderzoeken, om dus met elkaar te zijn, maar ze mochten niet alleen zijn. Dan was er altijd iemand die erbij moest zijn. En later komt hij dus, na 1 jaar, wanneer de vader dat bekend maakt, komt hij dan om de bruid te halen. En op dat moment wordt het weer aangekondigd met een trompet en met een bazuin. En dat werd het genoemd vroeger de laatste bazuin. Ja. En dat is dus wat in de Bijbel staat, dat bij de laatste bazuin kwam Jezus Christus omhaal. Maar wat wel het mooie is, dat je ziet voor de bruiloft, na de verloving dus, in die periode waren ze elkaar al toegewijd, zeg maar. Mm-hmm. Ze waren elkaar volledig al, ze waren in ondertrouw, zoals Jezus dat noemt. En het was net alsof ze getrouwd waren. Ze waren dus volledig aan elkaar gewijd. Ja. En dat zie je dus ook weer in ons geloofsleven weer, dat je... Wanneer wij Jezus aannemen, dan gaan we niet meer naar een andere kerk, dan gaan we niet naar andere godsdiensten, maar dan hebben we alleen maar Jezus die wij aannemen. Dus we zijn volledig aan Hem toegewijd. Ja. Er was ook iets anders, en dat ook heel mooi is, en dat is een rituele bad, onderdompeling. Ja. Dus de bruid ging in een mikwa, heet het. Dus een traditionele bad, en dat is dus de reiniging, voordat zij dus in... De heiliging voor de ritueel eigenlijk. Ja, precies. En dan was er ook op het moment van het ondertekenen van de bruiloft, was het dus, ze dronken ook wijn. De jongeman en het meisje, wanneer ze dan eens was. Uit hetzelfde glasje. Hetzelfde glasje, inderdaad. Dus geen andere, maar alleen zij twee. Ja. Dus dat is een aantal van dingen die ook heel mooi zijn om... Ja, en wat betekent dat? Misschien zullen ze allemaal... Ja, en dan die mikva is dan die heiliging. Die zie je natuurlijk ook weer bij ons in het geloofsleven. Dat we op het moment dat we Jezus hebben aangenomen, dan zijn we hem toegewijd. Maar dan moeten we nog een stap verder doen. We moeten opnieuw geboren worden dus. We moeten gewassen worden. En dat is dan de doop weer. Mm-hmm. Die onderdompeling. Maar de samen drinken uit het wijn is de communie dan. De heilige avondmaal. En dat is niet voor iedereen, maar dat is alleen maar voor zijn gemeente bedoeld. Precies. Die aan hem gewijd is. Ja. En dan drinken we van zijn bloed. Het feit bijvoorbeeld dat er een huwelijksovereenkomst is, dus het is het verlossingsplan. Ja. Dan heb je hem daar bijvoorbeeld. Je ziet... De bruidschat is Jezus' bloed. Precies. Dat waarborgt dat wij zijn... dat wij recht hebben om met hem te trouwen. Dus dat we naar de bruiloft mogen. En dat is ook waarom we het dus in de tweede vraag net gelezen hebben. De Jezus komt naar de oude vandaag, omdat de oude vandaag, dus de vader, is onze vader. Dus het is de bruidegom, hij komt eerst om afspraak te maken, of hij komt, bij de vader van het meisje, met zijn bruidsschat, om te laten zien van, kijk, dit is wat ik heb. Ja. En als de vader eens was daarmee, dan zei hij, oké, akkoord. En dat is precies wat Jezus doet. Hij komt en hij zegt van, kijk, het is mijn bloed. En de vader zegt, akkoord.
Dan komt er een bruid. Mijn bloed, mijn bloed, ja. Precies, mijn bloed, mijn bloed. Inderdaad. En dus vanaf 1844 zie je dus dat zie je later in de les dat je hebt de bruiloft in de praktijk, mm-hmm. maar je hebt ook de bruiloft in het geloof, zeg maar. De spirituele bruiloft. En wij zitten nu in de spirituele bruiloft, wij zitten nu in die verloving. Mm-hmm. En dat is ook wel belangrijk, want je denkt aan de bruiloft, maar de bruiloft 1844. Ja, want je zou verwachten dat de bruiloft pas dat feest is wanneer ze bij elkaar komen. Maar hier niet, de bruiloft bestaat uit twee delen. Het bestaat uit een moment van ondertrouwen en een moment van uiteindelijk dat bruidegom neemt de bruid mee. Dus het bestaat uit twee delen en alles heet een bruiloft. Omdat het bijna, dus ondertrouw bijna een bruiloft is. En trouwens, het is ook de manier hoe de Bijbel dat aanhaalt. Als we kijken in de opmerking van de vierde vraag, zien we een tekst van Lucas 12, vers 36, die zegt: gelijk aan de mensen die op hun Heer wachten wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. Dus hij komt van de bruiloft. Dus de bruiloft is ervoor. Ja. En omdat een bruiloft, zoals vroeger in de Joodse gewoonte was, een moment van onderzoeking. Ik ga kijken of dat meisje inderdaad geschikt voor mij is. Dus ik wil haar leren kennen. Enzovoorts. En het feit dat ze niet alleen mochten zijn, laat zien ook dat de Heilige Geest met ons is. En die laat ons niet alleen, omdat hij onze trooster is. Dus dan zie je weer die overeenkomst zie je dan duidelijk weer. Die een soort van die ceremonies die je nu die nog steeds bij de Joden hebben overigens. Ja. En die bruiloft die wij hebben. Ja, inderdaad. Dus dan zien we de schaduw en de werkelijkheid. De schaduw, ja. Hoe dat weer met elkaar ontmoet. Zoals dat bijna altijd is in de Bijbel, eigenlijk bij alle symboliek dat die praktische toepassing van ziet. Ja, ja. Dus dat is wat we zien bij de vierde vraag. Dat hij kwam op de bruiloft om zijn koninkrijk te aanvaren. Dus hier hebben we weer een ander symbool. We hebben Jezus als bruidegom, maar we hebben Jezus als koning. En op dit moment ontvangt hij zijn koninkrijk. Ja. En we zien later waar dat naartoe leidt. Later in de vraag. Doe maar de vijf. Ja, wat belooft Jezus degene die verlangen en zoeken naar meer licht? Jezus verlangt eigenlijk daarin dat wij bidden. Mm-hmm. Dat wij bidden en zal hem gegeven worden. En dat we nog meer bidden, dan zal... Nou, God geeft ons altijd wat we nodig hebben. Mm-hmm. Dus wanneer God inziet dat wij geloof nodig hebben, dan zou dat ons ook geven. Mm-hmm. Maar als we bidden, zal God ons nog meer geven. Yeah. God geeft ons nog meer dan wat wij nodig hebben dan, eigenlijk. Mm-hmm. Dus God zegent altijd degene die bidt. En God wil ook gevraagd worden, dat zie je altijd. Yeah. God geeft ook wel, maar je moet ook vragen om iets te krijgen. Ik vind zo mooi dat er drie dingen hier aangehaald worden. Dat is bid, zoek en klop. Ja. Bid omdat er verzoekingen en teleurstelling zouden komen. Dus in deze context. Er zou een teleurstelling komen in 1844. Daarvoor moet je bidden. Maar je moet zoeken. Waarom zoeken? Omdat je moet onderzoeken of je inderdaad de juiste symboliek gebruikt hebt. Juiste wortels hebben als plant. Ja. Precies. En oké, alles klopt met de jaartelling en zo. Dus van de 23 van de avond en de morgen. Maar je hebt een detail heb je gemist. En dat is dus wat betekent het heiligdom. Dus niet hier op aarde, maar daar in de hemel. En klop, omdat er een deur gesloten wordt en een andere geopend wordt. Dus dan, ik vond het interessant dat er drie woorden hier aangehaald worden. Bidden, zoeken en kloppen. Ja. In deze context van teleurstelling, maar ook van bruiloft. Omdat wij net hebben gezien in bij de bruidegom. Hij komt, hij gaat binnen, de deur wordt gesloten. Je moet kloppen op het juiste moment. Als je te laat bent, dan is het einde verhaal. Einde verhaal. Ja. Dit is weer die periode wat hier wordt aangehaald. Dus dat wanneer de bruiloft begint, zeg maar. Mm-hmm. Op dat moment is nog niet de huwelijksvoltrekking, zeg maar. Nee. De echte bruiloftsmaaltijd, die is nog niet begonnen. Nee. Dus wat hier wordt bedoeld, dus in welk opzicht is deze bruiloft? In welk opzicht nemen de gasten mee? Dat is dus in een geestelijk opzicht, in een spiritueel opzicht en niet in de praktijk zoals mm-hmm. we later naar de hemel zullen gaan. Die is er nog niet. Mm-hmm. Dus die fout van William Miller zie je dus. Mm-hmm. Dat Jezus niet komt om ons te halen voor de bruiloft nog in 1844, maar dat het begint. Dus dat je nog tijd hebt om naar binnen te gaan. Mm-hmm. Dat de deur nog niet gesloten is. Ja, inderdaad. We hebben net gezegd dat er twee symbolen zijn. Jezus als bruidegom, maar Jezus als koning.
Ja. Als bruidegom komt om zijn gemeente te halen. Ja. Het is de bruid. Maar als koning komt om zijn staat te versieren. Omdat dat is voor een koning, de staat is de... Is de buiten, ja, de oorlogsbuit. De oorlogsbuit. Ja, de belegering van de stad, en dan geeft de stad zich over, dan heeft hij de oorlogsbuit. Dat is dan zijn stad. Precies, dus we hebben hier twee symbolen. De gemeente is de bruid en we gaan met hem dan trouwen. We gaan naar de bruiloft van het lam. Maar als koning zijn we alleen de gasten. En daarom hebben we gelijkenissen van dat wij de bruid zijn. Maar we hebben gelijkenissen die zeggen van nee, je bent alleen de gast. Ja. En dat is waarschijnlijk wat we net hebben gezien bij de maagden. Ze zijn dus de gasten. Ze komen binnen, maar te laat. Je was niet bereid. Als we dan verder in de zesde vraag bekijken, zien we een andere gelijkenis. Een hele andere gelijkenis, ja. Ja. Ik dacht even, maar... ja. Je ziet opeens dat de bruiloft is eigenlijk al begonnen. Ja, de bruiloft is al begonnen. Ja. En dan is er iemand die heeft... Iedereen is gekleed in bruiloftskleren. Uh-huh. Maar één iemand heeft dan weet je deze verkeerde aan. Ja. Je wordt dan gesodemieterd, zeg maar. Ja, eruit gegooid. Eruit gegooid, ja. En hij moet naar de duisternis waar er zal zijn wening en knersing der tanden. Ja, wat het mooie is bij de Joodse gewoonte is dat de gasten krijgen gratis bij de deur een bruiloftskleed. Ja. En wat blijkt dus, is deze man, die heeft het geweigerd. Hij kreeg hem gratis, maar hij wil hem niet. Hij zegt, nee, mijn kleren zijn beter dan dit. En dit is een koning. Dus het is een koninklijke kleed. Het is niet zomaar een bruiloftskleed van, nou ja, mooi pak. Nee, je krijgt het beste merk wat er is. Ja. En het is, en het aangezien God is de koning van alles. Ja. En God biedt ons dus een kleed aan. Ja. Een wit kleed. Ja. En neemt ons oude kleed af. Ja. Een wit kleed dat is gewassen in het bloed van het lam. Biedt ons aan. En dan weigeren we hem. Wat ik ook zo acceptabel. Ja, ja. Wat ik ook zo mooi hier is, in deze gelijkenis is Jezus de koning. Ja. Omdat hij al het koninkrijk ontvangen heeft. Hij heeft de strijd gewonnen. Heeft het dus in 1844 genomen. Dus hij komt om te kijken, om te onderzoeken. En hij begint te kijken, alle gasten die binnengekomen zijn in de bruiloft. Omdat de bruiloft al begonnen is. En dan ziet hij dat. En dan begint hij, en dan ziet hij van, oh, je hebt het niet. Het is mijn bruiloftskleed. Je hebt het niet willen aannemen. Je weigert het. Dan mag je eruit. Sorry. Je kan niet hier zijn als je dat niet doet. Ja, in de opmerking wordt een karakteronderzoek gemaakt. Precies. En dat moet uitmaken wie gereed is voor Gods koninkrijk of niet. Mm-hmm. En als je dus niet, als je karakter niet goed gevormd is, dus als je niet het goede kleed aan hebt, mm-hmm. als je niet dat kleed hebt aangenomen wat Christus ons aanreikt, mm-hmm. dan worden we eruit gegooid. Dan, ja. dan kunnen we niet meer mee. Dan zijn we in duisternis, waar er zal zijn wening en knersing met dan. Precies. Misschien is deze tekst ook goed om duidelijk te laten zien dat de bruiloft in deze context niet in de hemel plaatsvindt. Wanneer wij persoonlijk daar aanwezig zullen zijn. Want anders zullen we hebben van, oh, we gaan naar de hemel. Maar ineens komt de koning en dan zegt, sorry, je moet eruit gaan. Dus nee, dat is niet een moment daar, maar dat gebeurt daarvoor. Het onderzoekend oordeel. Ja. Precies, dat onderzoekend oordeel, dat onderzoeking gebeurt voordat Jezus terugkomt op de wolken te zijn. Het laatste gebeurt wanneer Jezus nog het heilige is. Ja. Precies. Dus in deze context dan gaat het dus dan samen met de titel. Dus, ja, dat is inderdaad zo. Want ik verbaas me dat het niet iets, de titel niet iets met bruiloft was of zo. Nee, nee. Want het heiligdom wordt amper besproken eigenlijk. Ja, maar het zijn heel veel verschillende symbolen hier. Heiligdom, bruiloft. Maar alles gaat over dezelfde. Dus we zien inderdaad, het gebeurt niet in de hemel, het dient ervoor te gebeuren. En nu begrepen we, bruiloft is dus onderzoekend oordeel vanaf 1844 tot wanneer Jezus terugkomt. Want op dat moment komt hij zijn bruid halen. Ja. Dus, en op dit moment komt er binnen en mensen mochten niet binnen gaan. En dat is het moment wanneer een onderzoeking plaatsvindt. En ja, dat zou de enige zijn hoe we deze gelijkenis kunnen plaatsen in het context van deze profetieën. En dat is inderdaad wat in de opmerking staat. In de gelijkenis van Matteüs 22 wordt hetzelfde beeld van de bruiloft gebruikt. En wordt duidelijk gezegd dat het onderzoekend oordeel voor de bruiloft plaatsvindt.
Daarom dus die tekst van Lucas die zegt van wanneer hij van de bruiloft wederkeert. Dus hij komt van de bruiloft om ons te halen. Omdat de bruiloft, dus de ondertrouwing. Is, je, ziet weer dat, je ziet weer die symbolische met het Joden. Ja. Het Jodendom. Dat je, dus hij heeft nu een plaats voor ons bereid. Precies. Hij is de tijd dat... Dat jaar is voorbij. Ja. En nu kan de echte bruiloft, de praktische bruiloft beginnen, zeg maar. Ja. En daarom komt hij de bruid, dat zijn wij dan, als zijn gemeente, komt hij ons halen. Ja. Ja. Om in het huis dat hij voor ons heeft gebouwd, te gaan wonen. En dan weer de andere symbool. En dan weer de andere bruid. Dat is de andere bruid, dat is dus de Nieuwe Jeruzalem. Ja. En dan zeg je van, ja, hoe kan het? Is dat de gemeente of is de stad? Dus we zijn gasten op onze eigen bruiloft daar. Ja. Inderdaad. Dat is mooi, de twee symbolieken bij elkaar. Ja. Ja, nou, dan komen we dan bij de zevende vraag. En dat is, wanneer zullen de maagden die voorbereid zijn, persoonlijk deelnemen aan de bruiloftsmaal van het land? Dat hebben we dus net al besproken eigenlijk, wanneer je ons komt halen. Maar dan wanneer die verlovingsperiode, die ondertrouwperiode voorbij is, mm-hmm. wanneer we dus al die tijd aan hem toegewijd zijn geweest, mm-hmm. dan wanneer we die reiniging voor de bruiloft hebben gehad, de doop, mm-hmm. en dan zullen wij pas... naar hem toe gaan en dan zullen we naar het huis gaan waar hij voor ons heeft gebouwd en wat daar gebeurt op die bruiloft. En dan is het verlossingsplan, het huwelijkscontract eigenlijk, mm-hmm. Is dan helemaal getekend. Mm-hmm. En dan is het de bruiloft gebeurd dan, zeg maar. Ja. Ik vind het ook zo mooi wat Openbaring 19, 7 en 8 zegt: laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, van de bruiloft als lam is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat ze bekleed wordt met rein, blinkend fijn leenwaad. Van dit fijn leenwaad zijn de rechtvaardigmaking de heilige. Ja. In Openbaring is de bruid de stad. In de evangeliën en in de rest van de Bijbel is de bruid de gemeente. Waarom? Omdat het dus in de profetie zo anders kan je niet plaatsen dat wij hier op aarde zijn terwijl het bruiloft daarboven in de hemel gebeurt. Dus dan kunnen we dat alles niet zo combineren. Maar dus als we dan die twee symbolen uit elkaar halen en begrijpen dat alle twee kan, zien we hoe mooi de stad bekleed wordt met de blinkende fijn leenwaad van de heilige. Dat zie je ook weer bij die Joodse bruiloft, die Goepa. Inderdaad. Huwelijksbaldakijn. Ja. Ja, dus dat is ook voor fijn linnen en die symboliseert dan het huis dat de bruidegom heeft gebouwd voor de bruid en hemzelf. Ja. De huwelijksvoltrekking gebeurt onder de groepen. Ja. Dat is dus de stad eigenlijk. Ja. Het fijne linnengewaad. Ja. Dat is dus ook tegelijkertijd dus waar het gebeurt, het huis waarin wij dan gaan wonen. En dat is dus van de goede daden, de rechtvaardige daden van de heiligen. Welke niet van ons heen, maar van Jezus Christus zelf. Welke ook, en ook tegelijkertijd de kleed is van hem, want dat is zijn gerechtigheid. Dus de gerechtigheid dus hebben we aan, maar dat is ook dezelfde die de staat aan heeft als versiering. En welke betere eer heeft de staat dan de gasten te verwelkomen? Ja. En op die manier dan, laten we beginnen met de bruiloft, met de maaltijd, de bruiloft, de slams. Dan gebeurt de bruiloftsmaal. De maaltijd. Dan is het huwelijk is voltrokken. Mm-hmm. We zijn dus dan al gered. Mm-hmm. Jezus is dan uit het heiligdom. Mm-hmm. Want hij is ons komen halen voor het nieuwe... de tweede bezuin is ervoor geweest. Dus. Want de tweede bezuin luidt voordat hij... Dus het, hij is er weer. Ja. Dan is het de laatste. De bruidegom komt dan om hem te halen. Ja. En dan op dat moment worden we meegenomen. En dan wordt het huwelijk voltrokken. En dan is het bruidegom al. Misschien is het een andere symbool die we hier aan kunnen halen. Is loofhuttenfeest. Loofhuttenfeest was ook zo in tentjes. In hutten. Ja. Dat dus werd gevierd onder tentjes. En dat is precies wat we hier zien. Dat goepa. Dat is een soort van priootje eigenlijk. En dat is dan bekleed met fijn linnen. Yeah. En dat zie je dus ook weer in Openbaring. Dat fijne lijnwaad, dat is precies zoals het in de Joodse traditie is. Mm-hmm. Misschien moeten we niet vergeten dat feit dat het is nu de tijd om ons te bereiden voor de komst van Jezus Christus. Want anders is de genadetijd gesloten, de deur wordt gesloten, er is geen andere kans meer om dat te doen.
En daarom dient de gemeente zo zich, zoals in de opmerking staat, de gemeente dient met blinkende en smetteloos veenling bekleden. Dus zonder rimpel. Moeten voorbereiden op de bruiloft als vrouw. Als gemeente dus. Mm-hmm. We moeten ons laten dopen. We moeten gereinigd zijn van zonde. Ja. Aan hem toegewijd. We moeten zijn huwelijkskleed aannemen. Mm-hmm. Zijn genade. Mm-hmm. En dan kan de verzoening gebeuren. Ja. Ja. Ter overdenking hebben we een paar teksten hier. Zoals die van Hebreeën hoofdstuk 2. Waar we kunnen zien dat... Jezus dus net als ons geworden is, dat hij verzocht werd zonder te zonden. En daarom kunnen wij dan met vermoedigen naar de Vader toe gaan. We hebben ook andere teksten dat hij dan binnen in het heilige, de heilige gaat, binnen van het voorhangsel, dus in het binnenste van het voorhangsel gaat. En dat hij geen betere offerander brengt dan zijn leven zelf, dan zijn bloed zelf. Ja, dat is zijn blijdschap eigenlijk. Ja. Dat biedt hij de Vader aan voor de bruid. Ja. In het overdenking wordt gesproken over dat kleed. Mm-hmm. Dit kleed, geweven op het hemels weefgetouw, bevat geen enkel draad van menselijk vernuft. Als mens ontwikkelde Christus een volmaakt karakter en hij biedt ons dit karakter aan. Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Alles wat wij van onszelf kunnen doen is verontreinigd door zonde. Mm-hmm. Dus je ziet dus dat... Dit kleed is het karakter van Christus. Mm-hmm. Zeg maar, dat kunnen wij zelf niet doen. Mm-hmm. En Christus wil ons dat ook dat karakter geven. Mm-hmm. Dat perfecte karakter dat hij heeft, zeg maar. Mm-hmm. En wij willen Christus weer spiegelen. Mm-hmm. En als we dat willen, dan helpt Christus ons. Yeah. Dan zorgt hij ervoor dat wij hem kunnen weer spiegelen. Mm-hmm. Dan stuurt hij ons de Heilige Geest die ons laat inzien wat we fout doen. Mm-hmm. En op die manier kunnen we ons karakter zelf met zijn hulp... Mm-hmm. Beter maken. We kunnen ons dan voorbereiden op de bruiloft. Mm-hmm. Ja. En dat is het mooie ervan. En Christus is dus... zijn karakter is dus het voorbeeld. En mm-hmm. Het is geen menselijk karakter. Ja. Dat is weer terug naar die 10 maagden. Dat is de olie... de olie die ze niet konden delen. Ja. Dus je kan niet zeggen van geef me van je olie. Geef me van je karakter. Ja. Of geef me van je karakter. Want als je leest in lessen uit het leven van alle dag... dan zie je dat olie heeft te maken ook met het karakter. Ja. Omdat dus dat is wat de Heilige Geest in ons gedaan heeft. Dus hij heeft het, die heeft en, in ons dus dat ontwikkeld. En we kunnen niet zeggen van nou, ik geef je een beetje van mijn karakter. Of ik help je een beetje mee, zodat je ook naar de hemel komt. Iedere persoon dient een beslissing te maken. Dus ik hoop dat deze les ook voor jou heel goed en heel belangrijk is geweest. En als samenvatting kunnen we zien... Dat de enige manier om dan daar in de bruiloft, of in de maaltijd van het lam kunnen zijn, is als we dat karakter van Jezus Christus mogen hebben. En als we met hem kunnen zijn, dan hebben we natuurlijk verlossing, omdat Jezus ons gereinigd heeft en met zijn eigen bloed daar. Hij biedt ons een kleed aan. Precies. Nou, God zegen en tot de volgende keer.